Ze willen 1100 werknemers ontslaan bij busbouwer Van Holing Koningszoogd. Wat een mokerslag voor al die gezinnen. Bij Van Holing maken ze waterstofbussen, elektrische bussen van topkwaliteit en die rijden overal in de wereld rond. En het zou absurd zijn om al die know-how en vakkennis verloren te laten gaan op een moment dat we net een omslag moeten maken en dat overal ter wereld die groene spitstechnologie nodig is. En daarom mag de Vlaamse regering niet passief blijven toekijken. Zij moeten nu ingrijpen om te zorgen dat we de toekomst van die groene industrie hier verankeren. En daarvoor kunnen ze drie dingen doen. Ten eerste natuurlijk bussen bestellen bij Van Hol, zoals we met de PvdA al jaren vragen. Ja, en ten tweede moet de Vlaamse regering participeren in Van Hol om de financiële toekomst van dat bedrijf op korte termijn veilig te stellen. En zo kan de regering ten derde ook controle uitoefenen op de beslissingen bij Van Hol, want die familie heeft dat de laatste jaren echt verwaarloosd en we moeten nu toekijken dat de investeringen hier gebeuren en niet opnieuw in het buitenland. Want bij Van Hol in Koningszoogd bouwen ze bussen en dat willen we zo houden.